Hey allemaal, vandaag voor deze video ga ik twee eyeliner pennetjes vergelijken. Als je mij langer volgt, dan weet je dat deze hier, de Epic Inked Liner van NYX, dat mijn Holy Grail eyeliner is. Dat echt ja, het van het is qua eyeliner aanbrengen. En ik was eigenlijk al langer op zoek naar iets dat gelijkaardig was, iets dat net zo goed werkte. Maar ik vond gewoon niets. Vooral het borsteltje van de Epic Inked Liner is eigenlijk hetgeen wat ervoor zorgt dat de eyeliner gemakkelijk aanbrengt. En het is zo een brush tip. Ja, er zat weer een belletje op. Soms zit er een belletje op hier. Niet dat de eyeliner applicatie of zo beïnvloedt, maar ja, zeg het maar even. Het is eigenlijk een puntig kwastje en zo geen rond, recht kwastje zoals de meeste eyeliners die een kwastje hebben bevatten. Maar het is dus echt zo'n puntig kwastje. Mijn excuses. En ik vond dus niets dat daarop leek. Tot ik dus bij MAC deze liner tegenkwam. Dit is de Brush Black Brush Stroke Liner Eyeliner Liquid. En deze had dus ook zo'n fijn puntig kwastje. Dus ik was zeer enthousiast en ik wou natuurlijk testen of deze net zo goed was als mijn welgeliefde Epic Inked Liner. Dus ik ga mijn bevindingen, wat het verschil en wat de gelijkenissen zijn van deze eyeliners uiteraard met jullie delen. Om te beginnen, ze hebben alle twee een gelijkaardig kwastje. Bij de NYX kwast is het kwastje iets dikker dan het kwastje van de MAC kwast. Het kwastje van de MAC gaat ook naar een iets fijner puntje. En ook het kwastje van NYX is iets minder plooizaam, dus iets stijver dan het kwastje van de MAC kwast. Bij het aanbrengen merk ik dat de MAC liner net iets, maar het is echt een heel subtiel verschil, net iets gemakkelijker aanbrengt dan de Epic Inked Liner van NYX. Maar ja, die brengt eigenlijk ook al supergoed aan, dus dat is niet zo'n drastisch verschil. De Epic Inked Liner is wel zwarter en dekt meer in één laagje. De MAC liner die is iets transparanter. Nu op de video ga je het niet zo goed zien, maar als je hem dus een paar keer na elkaar gebruikt hebt, dan merk je wel dat er bij de MAC liner iets minder pigmentatie afkomt. Bij de Epic Inked Liner van NYX merk je ook dat hij een klein pompsysteempje in het dekseltje heeft. Dus als je hem nu naar beneden duwt, dan gaat hij dus een klein pompje geven vooraleer hij toeklikt. En dat klein pompje gaat dus het product dat hier van binnen in zit in het borsteltje pompen. En daardoor is dit dus permanent een mooie zwarte gepigmenteerde liner. Deze van MAC die heeft dat niet, dat systeempje, waardoor je ja, merkt dat wanneer je hem zo gaat bewaren, dat die dus eigenlijk ja, het product gaat naar hier gaan en gaat dus niet in je borsteltje komen. Om dat dus te vermijden moet je hem altijd op deze manier gaan bewaren, want anders krijg je inderdaad een beetje een drogere textuur van eyeliner en brengt die niet zo mooi aan. Als je hem pas hebt aangebracht en de beide borsteltjes zijn verzadigd van product, dan merk je, zoals je in de video nu ziet, niet zo'n groot verschil. Maar, er is uiteraard een maar, wanneer zie je wel het verschil wanneer je de liner gaat dragen doorheen de dag? De Epic Inked Liner is namelijk waterproof, blijft dus ook echt muurvast zitten en blijft ook zijn zwarte kleur behouden. De MAC liner daarentegen, ja, ik heb zo niet het gevoel dat die mooi blijft zitten. De kleur wordt ook wat grauwiger en wat grijzer doorheen de dag en is niet zo mooi strak meer. Dus je ziet dat hij toch wat durft smutsen, klein beetje durft uitlopen. Een regenbui moet je daar zeker niet mee doen, want dan loopt deze liner uit. Oké, dan even een hele korte samenvatting van wat ik nu allemaal verteld heb. De MAC liner brengt iets soepeler aan omwille van het flexibele kwastje, maar dan moet je zorgen dat de borstel verzadigd is van product, anders krijg je een streperig, vlekkerig en droge applicatie. De NYX liner brengt supergoed aan, net iets minder flexibel kwastje dan die van MAC.
De MAC liner die blijft niet zo mooi zitten, is zeker ook niet waterproof en de kleur vervaagt doorheen de dag. De Epic Ink liner blijft muurvast zitten, hier kan je mee gaan zwemmen, hier kan je mee een regenplons tegemoet gaan en je zal eigenlijk nog steeds een mooie liner hebben. Dus als ik zou moeten kiezen tussen de MAC liner en de NYX liner, dan kies ik ook wederom voor mijn NYX liner. Ik vind deze gewoon fijner in gebruik. En blijft gewoon ook veel beter zitten, wat natuurlijk de doorslag geeft. Qua prijs is ook de Epic Ink Liner uiteraard een stukje goedkoper dan diegene van MAC. Dus dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk om aan jullie mee te geven. Maar daar gingen jullie misschien wel al vanzelf van uit. Zo, ik hoop dat deze video toch iets of wat nuttig was. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Laat me zeker weten of dat ik nog andere dupes moet verzinnen voor jullie. Of dat jullie nog dupes in gedachten hebben. Ik heb nog eentje in gedachten dat ik in de toekomst wil filmen. Die ik ook momenteel op de ene helft van mijn gezicht heb. En op de andere helft en dus aan het vergelijken ben. Zodanig dat ik ook wanneer ik een review geef of een vergelijking geef. Dat ik ze ook diep en diep toch in detail kan geven. En dat ik de producten goed getest heb om een echte, ja, gedetailleerde review te geven. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Vergeet ook niet te abonneren, moest je dat nog niet gedaan hebben. Dat is gratis en voor niets. Dan blijf je op de hoogte van mijn video's. En ja, like ook als je het een leuke video vond. En ik zie jullie graag terug op woensdag en op zondag voor een nieuwe video. Tot dan, dag!